Welkom bij Autisme TV. Grip op gedrag, dat is de titel van dit programma. Het gaat over jongeren en jongvolwassenen met autisme en ernstige gedragsproblemen. Een groep die grote moeite heeft zich staande te houden in de samenleving. Ze worden soms agressief, doen anderen pijn, gaan schreeuwen of doen zichzelf pijn. En ze gaan ook niet naar school of naar werk. En ze keren zich steeds meer af van de samenleving. En ze komen in een soort vicieuze cirkel naar beneden terecht. Wat is er aan de hand met deze groep? Wat zijn de oorzaken? Maar vooral, wat kun je doen? Dit is Kirsten Grace Lord, programmaleider Academische Werkplaats Autisme Samen Doen en penvoerder van het project Grip op Gedrag. In dit project werken talloze organisaties samen. Er is onderzoek gedaan naar jongeren en jongvolwassenen met autisme die regelmatig agressief gedrag vertonen. Dit is in Nederland eigenlijk een steeds groter wordende groep van jongeren of jongvolwassenen die eigenlijk vastlopen in hun deelname aan de samenleving. Dus ze willen op zich wel gaan werken, ze willen wel naar school, ze willen thuis ook vat hebben op hun sociale leven, maar ze lopen daarin vast. En dit project gaat erom, wat zijn nou precies die problemen? Wat verstaan we onder gedragsproblemen? Welke factoren liggen daar aan ten grondslag? En natuurlijk het belangrijkste, wat kunnen we daar vervolgens aan doen? Dit is Klaske, moeder van 3 zonen met autisme. Ze heeft zelf ook autisme. Ze zat in de projectgroep van dat onderzoek. Regelmatig heeft ze te maken met gedragsproblemen bij haar kinderen en wil niets liever dan dat haar kinderen daar zelf beter grip op krijgen. De problemen uiten zich bij mijn kinderen vooral naar buiten toe, terwijl ik heel veel herken in hoe ze dan reageren op dingen. Maar het uit zich bij mij dan meer naar binnen toe. Het slaat bij mij aan de binnenkant helemaal op tilt, waardoor anderen aan de buitenkant weinig aan me merken. Terwijl bij mijn kinderen iedereen reageert op hun gedrag. Terwijl ik dan denk, ja, maar daar zit een heel verhaal achter en eigenlijk valt het wel mee wat ze doen. Ze laten het tenminste zien. Dus dat is bij ons de problematiek een beetje. Dat het daardoor ook heel ingewikkeld is om als buitenwereld goed te reageren. We noemen het gedragsproblemen, maar dat is maar een term. Er worden vaak ook wel andere termen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de term disruptief gedrag of externaliserende problemen. En soms wordt het ook wel onverstaanbaar gedrag genoemd. Nou, dat zijn allemaal termen die allemaal proberen te vatten dat er gedrag kan zijn waar de omgeving last van heeft. Dus het kan verstorend zijn voor mensen uit de omgeving. Maar eigenlijk heeft de persoon zelf er ook last van. Want het kan natuurlijk zijn dat er een intentie achter zit, maar heel vaak zit er helemaal dus niet de intentie achter om zelf de ander tot last te zijn. Vaak is het zo dat zij last hebben van dingen die gebeuren, ofwel in de omgeving, ofwel spanning die bij hunzelf oploopt, waardoor ze zich op een bepaalde manier uiten en dat kan anderen tot last zijn. Dit is de afdeling Wonen en Werken voor mensen met autisme. Een woonvoorziening in Zuid-Laren van de organisatie Jongs. Hier wonen jongeren en volwassenen met autisme en gedragsproblemen. Ze hebben een eigen appartementje, inclusief begeleiding en behandeling. Hier wonen jongvolwassenen en volwassenen met autisme. Vaak een ernstige vorm van autisme, waardoor ze door de problemen die dat met zich meebrengt ook niet goed een plek in de maatschappij kunnen vinden. Er wonen hier zo'n 35 mensen met een hoge ernstgraad van het autisme. En dat betekent in de meeste gevallen dat ze snel spanning krijgen van eigenlijk allerlei dingen die zich voor kunnen doen in het leven, in de maatschappij. En ze hebben ook eigenlijk allemaal heel veel moeite met het weer kwijtraken van die spanning. Dus daar hebben ze veel ondersteuning bij nodig. Annemiek is gezondheidszorgpsycholoog en teamleider. Samen met begeleiders en behandelaren proberen ze de bewoners weer in ontwikkeling te krijgen, zodat ze na verloop van tijd weer doorschuiven naar de samenleving. Dat houdt hier vooral in dat we zorgen dat de omgeving zo voorspelbaar mogelijk is. En dat we ook veel nabijheid kunnen bieden op het moment dat het nodig is. Dus mensen eigenlijk hun programma goed kunnen doorlopen zelfstandig. Maar op het moment dat het dan lastig is en dat die spanning hoog oploopt, dat we ook snel kunnen ondersteunen. Ja, oplopende spanningen die je lang niet ziet en die ineens tot uitbarsting komen. Dat is wat er gebeurt. Maar wat zijn dan de triggers, de oorzaken? Het onderzoek Grip op Gedrag heeft geprobeerd die oorzaken allemaal op een rij te zetten. We hebben van dat onderzoek een animatie gemaakt. Dit is Anton,
Hij heeft autisme en regelmatig ernstige gedragsproblemen. Hij kan behoorlijk agressief worden en gaat dan schreeuwen en slaan. En soms bukt hij met zijn hoofd tegen een muur. Waarom wordt Anton agressief? Welke factoren dragen bij aan zijn agressie en wat kan hem helpen om minder agressief te zijn? Het is belangrijk daarover meer te weten, zodat jongens als Anton geholpen kunnen worden en ze beter kunnen participeren in de samenleving. In het onderzoek Grip op gedrag is hier onderzoek naar gedaan. Het ging om de doelgroep jongeren en jongvolwassenen met autisme en gedragsproblemen. Er werd op 3 manieren informatie verzameld. Via uitgebreid literatuuronderzoek, door middel van groepsgesprekken met de doelgroep, maar ook met naasten, hulpverleners en onderwijsprofessionals, en via 22 verdiepende interviews met de doelgroep. Zo kwamen diverse externe factoren naar voren die samenhangen met het externaliserende gedrag. Te late herkenning en onderkenning van de problemen, dus vaak een diagnose en hulp op latere leeftijd. Discontinuïteit in de hulpverlening, dus veel wisseling in de personen die de persoon met autisme begeleiden. Moeilijkheden om de juiste hulp te krijgen en te houden, omdat financieringstromen verschillend en complex verlopen. Onvoldoende kennis en ervaring bij anderen, zoals naasten, professionals uit de zorg en onderwijs. Onder- en overschatting van capaciteiten, waardoor de persoon soms overvraagd wordt of juist niet op waarde wordt geschat. Een eenzijdige, vooringenomen bejegening, met weinig aandacht voor het individu en unieke omstandigheden. En met vooral geen autismevriendelijke werkwijze op scholen. Een te fragmentarische samenwerking tussen sectoren, waardoor verschillende initiatieven genomen worden en langs elkaar heen lopen. Dat waren de externe factoren. Er kwam ook een interne factor naar voren. Namelijk moeite met de acceptatie van en het inzicht in het eigen autisme. Wat wordt daarmee bedoeld? Het begint vaak met sociale situaties die bij mensen met autisme veel intense prikkels kunnen veroorzaken. Ze kunnen zich werkelijk overspoeld voelen. De spanning neemt toe. Ze kunnen niet meer kalm blijven en nadenken over de situatie en hoe ze moeten handelen. De sociale vaardigheden verminderen en gedrag wordt niet goed meer afgestemd op anderen. De omgeving begint zich te ergeren en reageert negatief. De persoon met autisme voelt zich nog minder geaccepteerd en begrepen. En zo ontstaat een piramide van oplopende spanning en minder controle over de situatie en minder acceptatie over en weer. Uiteindelijk volgt een uitbarsting, agressie gericht op anderen of op zichzelf. Overprikkeling is dus een belangrijke oorzaak. Om dit te voorkomen trekken deze jongeren zich terug uit sociale situaties en nemen zij steeds minder deel aan school, werk en de samenleving. Het zou deze jongeren al helpen als er iets meer begrip zou komen voor de prikkelgevoeligheid en het autisme. Samenvattend leert dit onderzoek dat de oorzaak van het gedrag van deze jongeren een complex samenspel is van zowel externe als interne factoren. Al deze factoren moeten worden aangepakt om hun deelname binnen de samenleving te vergroten. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak op alle niveaus, van individu tot systeem tot samenleving. Binnen de academische werkplaats autisme zal er daarom de komende jaren hecht samengewerkt worden aan aanpakken op al deze niveaus. Het continu onder controle houden van spanning speelt een grote rol in het leven van mensen met autisme. Daar heeft Annemiek dagelijks mee te maken. Daarom wordt geprobeerd samen met de bewoners in kaart te brengen welke prikkels spanningen veroorzaken. Spanning speelt hier inderdaad een hele grote rol in de praktijk. We zien dat mensen snel onder- of overprikkeld kunnen raken van sensaties. Maar ook eigenlijk door hele dagelijkse zaken veel spanning kunnen krijgen. Ze raken die spanning ook moeilijk weer kwijt, dus daar moeten we ze vaak bij ondersteunen. En het is belangrijk om dat eerst samen te doen, omdat mensen nog niet altijd heel goed kunnen herkennen wanneer ze precies gespannen zijn en ook wat daaraan vooraf is gegaan. We zien ook dat we soms moeten helpen met het labelen van emoties, ook basisemoties als bang of boos of blij, leren herkennen en ook een beetje de opbouw van spanning leren herkennen. En als we dat samen met iemand in kaart hebben gebracht, dan kijken we naar van goh, wat voor dingen zou iemand nou zelf kunnen doen om die spanning te verminderen en wat zijn dingen die de omgeving kan doen om spanning te verminderen. En wat we vaak zien in het begin is dat daarin de omgeving een grote rol moet spelen, dus dat wij heel vaak moeten aangeven, nu zou je dit en dat kunnen doen om je spanning te verlagen. En dat na verloop van tijd, wanneer dat steeds beter lukt, iemand dat meer zelf kan doen en er ook een betere balans ontstaat tussen spanning en ontspanning.
waarbij nooit het doel is dat er helemaal geen spanning meer is. Want die spanning heb je soms ook nodig om goed te kunnen focussen. Maar dat we vooral kijken naar hoe kan het beter in balans zijn. Zodat het iemand kan komen tot stappen in zijn ontwikkeling. Weer nieuwe dingen kan leren, nieuwe vaardigheden aan kan leren. Waar die zich weer beter zelf mee kan redden zonder dat ze ons daarmee nodig hebben. Ook in het leven van klaskennerkinderen is het reguleren en reduceren van spanning een dagelijks thema. Het lastige ervan is dat de oorzaken vooral in je eigen hoofd plaatsvinden. Dus omdat ik mijn kinderen vrij goed ken, zie ik vaak aan hun gezicht al, het gaat niet helemaal lekker. Nou, als dan een van de broers tegen de ander een opmerking maakt die niet goed valt, dan zie je de spanning al langzaam oplopen. Nou, dan reageert hij vaak, gaat er nog een opmerking overheen. Nou, bij de derde opmerking of de vierde, die maar door blijft gaan, dan is overduidelijk dat er eentje op explosie staat. Maar dat wordt dan door de ander niet altijd opgemerkt. Want ja, die is gewoon in zijn hoofd leuk aan het praten of maakt gewoon opmerkingen voor de grap. Maar die vallen dan helemaal verkeerd en dan ineens, als het gaat over een van mijn zoons, die duikt dan helemaal in elkaar en kan dan het heel verbaal eruit gooien of gewoon helemaal onaanspreekbaar raken. Maar hij heeft ook wel eens dat hij de neiging heeft om dan alles om zich heen te gooien. Dat zijn allemaal reacties die uit het niets lijken te komen als je niet op de voorsignalen let. En dat maakt dus dat je eigenlijk ook continu alert moet zijn op hoe gaat het nou eigenlijk, die interactie tussen die kinderen. Ze zijn intussen 12 en 14. Nou, dan hoor je dat niet meer op dat niveau te moeten doen. Maar ik zit af en toe nog op te letten alsof ze 2 en 4 zijn. Het onderzoek Grip op Gedrag laat zien dat er ook op maatschappelijk niveau veel factoren zijn die bijdragen aan stress en spanning. Een complex probleem dus. Die hele reeks aan externe factoren die uit het onderzoek naar voren komt, is eigenlijk ook een weerspiegeling van de complexiteit van onze samenleving. En de gelaagdheid daarin. En dus het lijkt aan de ene kant alsof dat allemaal dingen zijn die los van elkaar staan, aan de andere kant heeft alles natuurlijk ook weer met alles te maken. En de ingewikkeldheid daaraan is dat er dus niet één knop is waaraan je kunt draaien en dat dan alles weer werkt. Maar dat we dus echt met elkaar moeten gaan kijken van waar, op welk niveau moeten we wat doen, zodat alles beter op elkaar aansluit. Echt groot nieuws levert het onderzoek Grip op Gedrag niet op. Maar het onderstreept wel dat er naast die interne factoren ook allerlei factoren in de samenleving zitten die stress en spanning opleveren. Maar ja, dat zijn lastige knoppen om aan te draaien. Wat kun je nu doen om toch stappen vooruit te zetten? En de succesfactoren liggen met name op het gebied van weten wie je zelf bent. Maar ook weten waar je naartoe wilt. En ook vooral weten wat er voor nodig is om daar te komen. En je ziet eigenlijk dat er blijvend aandacht voor nodig is. Je identiteit is niet een vast gegeven, dat wisselt elke keer, ook afhankelijk van je omgeving. Dus soms moet je jezelf ook weer opnieuw uitvinden. En dat vraagt dat we eigenlijk gedurende begeleiding of behandeling elke keer daar expliciet bij stilstaan met iemand. Waar wil diegene naartoe? Maar wie ben je ook en waar ben je goed in en waar heb je nog hulp bij nodig? En ook waar kun je iets betekenen voor iemand anders bijvoorbeeld? Omdat dat veel bijdraagt aan hoe je denkt over jezelf. We kijken ook vooral van hoe kun je kleine stappen nemen om uiteindelijk tot je doelen te komen. Dus waar wil ik uiteindelijk naartoe? Ook dat doel kan veranderen in de loop van de tijd. En wat we daarin vooral van belang vinden en wat we zien dat ontzettend succesvol is, is dat opdelen in kleine stappen. Dus hele kleine, hele reële, haalbare doelen stellen. En dan ook ontzettend goed dat vieren als het lukt om dat soort tussenstappen te maken. Waardoor je ook merkt dat je, nou ja, waar je zit in je ontwikkeling en waar je naartoe wilt. Nou, het heeft mij heel erg geholpen vanaf de diagnose om goed na te gaan denken over hoe is mijn leven nou verlopen. En dat heeft bij mij een soort van zelfinzicht teweeggebracht dat ik ben gaan realiseren dat ik heel veel rust nodig heb. En omdat mijn intelligentie maakt dat ik heel erg veel kan bedenken en heel erg bezig kan zijn. Vlieg als ik niet uitkijk, helemaal de lucht in. Maar op het basale niveau van gewoon goed voor jezelf zorgen ben ik veel minder sterk. En
ik heb gemerkt dat om die twee bij elkaar te houden, dat ik aan beide kanten als het ware concessies moet doen. En dus uit moet vinden waar dan een goede middenweg te vinden is. Dus niet meer scoren op niveau 11 en ondertussen vieren halen in je dagelijks bestaan, omdat je er een puinzooi van maakt en niet eens de afwas elke dag kunt doen. Zo concreet kan het dan zijn. Maar iets in het midden van, we halen maar een 7 en dan is alles op orde. En ik gun mijn kinderen dat ze dat gaan leren in hun leven. Dat het niveau waarop ze zich nu bevinden, dat ze dat kunnen handhaven. Ze zijn nu op dit moment HAVO aan het doen. VWO had best gekund, maar HAVO is verstandiger. Want daardoor hebben ze nog wat ruimte om te leven. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Dat je op alle vlakken je happy voelt met jezelf en met je omgeving. En dat een beetje een goede interactie wordt. En die interactie die krijg je alleen maar door rust te hebben. En die rust is soms vaker nodig dan je zelf denkt. En dat is iets wat ik waarvan ik denk dat hulp van buiten ook goed is. Dat je af en toe op de rem gezet wordt door een factor van buiten. En dat kan dus ook iemand zijn die je gewoon goed begeleidt daarin. Die oog heeft voor wie jij bent en waar jouw energielevel op dat moment is. Want dat is het gekke. Je denkt dat je het van jezelf weet. Maar dat valt dus vaak tegen, heel vaak. Je komt niet voor niks in de problemen. Bij Jongs wordt ook op organisatieniveau het onderzoek opgepakt. Ik denk dat deze resultaten als organisatie een belangrijke leidraad kunnen zijn voor concrete verbeteringen. En dan gaat het over, we zorgen dat de behandelaren deze informatie krijgen. We zorgen dat ze getraind worden in de dingen die nodig zijn. We zorgen ook dat in behandelplan, in behandeltraject van cliënten met autisme ook beter gekeken wordt naar factoren die daadwerkelijk beïnvloed kunnen worden en factoren die misschien nu nog niet of pas op termijn beïnvloed kunnen worden. Het liefst had ik nu natuurlijk ook gewoon gezegd, 1, 2, 3, zo gaan we het doen en morgen is het klaar. Maar helaas heeft dit project ons ook echt weer laten zien dat het zo simpel niet is. En dat we dus op meerdere niveaus met meerdere partijen echt langere termijn aan de slag moeten om dit goed te gaan regelen. Daarom gaan we in de komende jaren in de Academische Werkplaats Autisme samen daar weer mee aan de slag. En we gaan projecten doen op al die verschillende niveaus. Dus er gaat een project zich richten op het individuele niveau, waarbij we mensen zelf beter hopen te leren omgaan met hun eigen autisme. Aan de andere kant gaan we juist echt op dat macroniveau van de samenleving iets proberen te doen aan de beeldvorming rondom autisme en aan inclusie. En daartussenin, in de tussenlaag, zitten natuurlijk projecten bijvoorbeeld rondom de zorg. Hoe kun je die beter organiseren? En het onderwijs, hoe kunnen we dat inclusiever maken? En door met verschillende partners op al die projecten samen te gaan werken, hopen we geleidelijk aan op al die niveaus zaken te verbeteren.